daar misschien nog verandering in te brengen. Ook het Spaanse won al goud op de balk. Is in vorm. Wat minder opzwepende muziek, maar ja, een heel mooi begin hoor. Dubbel salto met Groef. Virtuoos uitgevoerd. Geweldige hoogte. Tempsalto's. 2,5 schroef. Maar de landing was iets minder. En dan die pirouette. Heel sierlijk. Ja, en gecontroleerd. We krijgen een tempowisseling in de oefening, maar ook in de muziek. Muziek die helemaal aangepast is. Dubbele schroef. Fantastisch, mooi uitgevoerd allemaal, maar een tikkeltje minder moeilijk dan Moreno. Dan Moreno. En een dubbele hoeksalto om te eindigen, wow. Maar de landingen zijn wel heel goed. En dan te bedenken dat ze zich maar op het nippertje wist te plaatsen voor deze finale, want ze was pas 8e in de kwalificaties, liep voor geen meter in die kwalificaties. Hier zet ze toch het een en ander recht. Dames en heren, wij werken op een sessie 40.